Dag burgemeester. Als ik ga zwemmen, ga ik meestal naar het Twentebad. Maar het Kristalbad is eigenlijk niet zo bekend, toch? Ja, inderdaad, het Kristalbad, dat is iets nieuws nu. En inderdaad, de meeste mensen die, als het over zwemmen gaat, die zwemmen natuurlijk in het Twentebad. Maar dat Kristalbad, wat nu in aanleg is hier zo, tussen Enschede en Hengelo in, dat is wel een mooie geschiedenis. Ook van vroeger uit, toen het nog weer een naam was voor een zwembad. Zal ik je daar wat over vertellen? Ja, graag. Nou, dan moet ik het verhaal beginnen eigenlijk met de aanleg van het kanaal hier zo, achter me. 1937, toen is die zwaaikom hierin gemaakt. Een heel breed stuk kanaal, waar de boten kunnen draaien natuurlijk. Daarom heet het de zwaaikom. En toen was er een Hengeloer, een zekere meneer Strookappa, die dacht, hey, een groot gebied met ook randen, ik maak daar strand van. Dan kunnen de Hengeloers hier heerlijk gaan zwemmen. En toen zwommen de mensen hier allemaal in het kanaal, was toen schoon. 1937, en dat was een groot succes. Zandstrand, badhokjes, speeltoestellen. En zo ging dat hier maar door. Het was erg populair en iedereen kwam hier zwemmen. Maar dan zwom je dus in kanaalwater? Ja, inderdaad, dat klopt, ja. Men zwom dus in dat kanaalwater, want dat was hartstikke schoon. Toen was er ook nog geen chloorwater, er moest zwembaden en zo. Dus men was dat gewend. In de oorlog is dit terrein wel vernield, want er is natuurlijk veel gevochten hier in en veel bommen zijn hier gevallen, dat weet je. Maar in 1946 was alles weer in volle gang. En was het echt weer zwemmen en een soort strandleven. Hengelo on the beach hier, hier bij de zwaaikom. Hengelo groeide, meer industrie, meer rioleringen aanleggen. En die kwamen uit in dat Twentekanaal. En het werd steeds viezer en viezer, dat kanaal. En in 1961 was het niet meer mogelijk om in het Twentekanaal te zwemmen. En toen heeft die meneer die hier was, en eigenlijk zijn schoonzoon, meneer Smink, die hier nog bij deze zwaaikom de camping runt, die heeft toen gedacht van nou, dan maak ik zelf een zwembad. En op de oever hier van het kanaal heeft hij een eigen zwembad gemaakt. Dat moest hij vullen met 2 miljoen liter water. Een mooi zwembad was dat. En dat was natuurlijk heel mooi helder water, kristalhelder water. En hij noemde dat, en iedereen noemde dat, het kristalbad, het zwembad hier bij de camping De Zwaaikom. Want er was dan daarna ook een camping ontstaan. En zo ontwikkelde ze hier een beetje vakantie Hengelo, Hengelo on the beach, met een echt zwembad dan in de oever en een prachtige camping. Zo is dat hier gegaan. En nou, dat is de geschiedenis van camping De Zwaaikom, zwembad, kristalbad en het zwemmen in het kanaal. Een nieuwe project, kunt u daar iets over vertellen? Ja, dat nieuwe project, dat heet nou ook weer Kristalbad. Een beetje een verwarrende naam natuurlijk vanuit het verleden. Maar wat is dat nou weer voor project? We moeten hier veel water opvangen, veel regenwater. Anders loopt er hier te veel onder water. Er moet extra capaciteit komen. Ongeveer 200.000 kubieke meter water moet worden opgevangen hier ergens in de buurt. Opdat we geen natte voeten krijgen en geen kelders onder water lopen enzovoort enzovoort. Nou, en dat project heet het Kristalbad. Wat is dat nou weer? Water een beetje verzamelen in een nieuw soort grote vijver, het kristalbad noemen we dat. Mooi heringerichte oevers. Een beetje groen weer terugbrengen hier tussen Enschede en Hengelo, hier in dit gebied. En dat unieke project, dat noemen we ook weer Kristalbad. En in die naam zit dus een prachtige geschiedenis van ons Hengelo. Bedankt burgemeester voor deze bijzondere geschiedenisles. Nou, graag gedaan. Vond het weer heel leuk om te vertellen. En ik zie je weer voor een volgende bijzonderheid over Hengelo.